Hey lieve kindjes, ik ga jullie vandaag een knutselopdrachtje tonen dat je heel makkelijk thuis kan doen. Wat heb je nodig? Een wit blad papier of een gekleurd papier, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Een potlood en dan een balpen of een stiftje of een gekleurd potloodje, dat kan je ook allemaal gebruiken. En verder heb je ook nog allemaal vormpjes nodig, dingen die je in huis kan vinden. Ik heb een glas genomen. Een pepermolen, die heb ik hier ook genomen. Een kaarsje dat ik nog had staan. Je kan eigenlijk van alles gebruiken. Het leuke is als je bijvoorbeeld allemaal ronde figuren gebruikt, dan kan je een heel leuk resultaat krijgen. Goed? Oké, we gaan beginnen. Ik neem mijn potloodje en mijn blad en mijn vormpjes met de verschillende groottes. Die ga ik op mijn blad zetten en ik ga met mijn potloodje rond de vorm gaan. Helemaal mooi rondom. Probeer je glaasje niet te verplaatsen, zodat je een mooie cirkel krijgt op je blad. Zo, dat zijn. En zo gaan we nog wel even door tot heel ons blaadje gevuld is met cirkels. Ik neem er eerst een paar grotere. Je mag die ook over elkaar tekenen, zodat je kleinere stukjes creëert. Kijk, ik ga het eventjes tonen. Ik heb de twee op elkaar gezet, waardoor je nu de twee kringetjes hebt die op elkaar komen te staan. Goed, ik neem nog eens een kleiner cirkeltje erbij. Zo. Iedereen heeft thuis wel vormpjes staan die je kan gebruiken. Je kan ook het dopje van een fles gebruiken. Of je kan ook het dopje van een lijm gebruiken. Of als je hele kleine rondjes wil, kan je ook muntstukjes gebruiken. Die je misschien nog hebt liggen. Dat kan allemaal. Je kan deze opdracht hierna ook eens een keertje proberen met allemaal vierkantjes. Of allemaal rechthoeken. En dan kan je zo allemaal verschillende kleurplaatjes creëren. Zo. Ik ga er nog een paar op zetten. Voilà. Ik ga eens eventjes kijken. Misschien nog eens met de onderkant van mijn glas. Tot je allemaal mooie cirkels hebt gekregen. Voilà. Je ziet hier nu allemaal kleine vakjes verschijnen tussen de cirkels door, omdat ik mijn cirkels een beetje op elkaar heb gemaakt. We kunnen nu twee dingetjes doen. Ofwel neem je nu je kleurpotloodjes. En kleur je elk vakje in een andere kleur in. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van oké, alle kleine stukjes ertussen kleur ik in een ander kleurtje in. Kan je ook met stiftjes doen, kan je ook met wascootjes doen. Als je geen kleurpotloodjes hebt. En nog eentje met groen. Dat is een eerste optie wat je kan doen. En zo kan je eigenlijk heel je kleurplaat inkleuren. En dan krijg je een mooie tekening. Precies een beetje een mandala eigenlijk. Wat je ook kan doen, en dat ga ik nu even tonen, is met je potloodje of je balpen of je stift die je daar straks hebt genomen, tekeningetjes gaan maken in de verschillende rondjes. En dan kan je zeggen, in het eerste cirkeltje teken ik allemaal streepjes. Hier teken ik allemaal bolletjes, hier ga ik allemaal krolletjes tekenen, zoals een slakkenhuisje, en zo verder. Dus dan kan je eigenlijk al je ideetjes gebruiken die je hebt. En elke cirkel en elk stukje krijgt een andere tekening. Ik kies nu voor krolletjes te tekenen. Ik heb een blauwe stift genomen. Het mooiste is het met een zwarte stift, maar dat heb ik niet in huis. Je kan ook een potloodje gebruiken of een balpen. Je kan ook verschillende kleuren stiftjes gebruiken om dit te doen. Dus in deze ronde, in deze cirkel, ga ik allemaal krolletjes tekenen. Probeer ervoor te zorgen dat je heel de cirkel gebruikt en niet dat je halverwege al stopt. Dan kan je heel goed kijken dat alles mooi vol is. Je kan ook, als je dat mooi vindt, met eenzelfde kleurstift of een andere kleurstift, kan je ook de randjes van je vakje gaan omkringen.
dat je heel duidelijk ziet van dit stukje, dat is mijn vakje waar mijn krolletjes in staan. En dan kan je het stukje daarnaast bijvoorbeeld zeggen, oké, in dit kleine stukje teken ik al mijn streepjes. En dan ga je nu een laatste stukje nemen bijvoorbeeld. Ik kan niet heel mijn tekening volmaken natuurlijk, dat is voor jullie straks. En dan kan je mijn stipjes zetten bijvoorbeeld. Je kan nog heel veel verschillende vormpjes erin steken natuurlijk. Als heel je tekening vol is, kan je die uiteraard daarna ook nog eens inkleuren, zoals je eigenlijk in het begin ook al had kunnen doen. En kan je zeggen van oké, het stukje met de streepjes krijgt van mij een oranje kleur. Voilà. Of je kan ook bijvoorbeeld zeggen, het stukje hier met streepjes, ga je een nieuw stukje maken. Kleuren we bijvoorbeeld één streepje groen, een streepje rood, een streepje oranje en dan terug groen. Eigenlijk een beetje zoals een patroontje dat je in de klas zou maken. Vergeet zeker en vast niet om je naam op je blaadje te schrijven. En als je dat gemaakt hebt en je bent heel blij met je tekening, vraag dan zeker aan je mama en je papa om een foto te nemen. En dan mag je altijd doorsturen naar mij. En dan ben ik eens heel benieuwd hoe jullie deze knutsel- en tekenopdracht tot een goed einde brengen. Veel plezier! Dag!